even kijken, Jeroen. Is de band klaar of... oh, de band is klaar. Nou, stuur ze even hierheen. Vind ik lachen. Of misschien ook niet. Nee, wacht, laat ze maar staan. Als ze mij kunnen horen, vind ik het al prima. Gasten! Jongens? Hallo? Ik begrijp waarom de technici weg worden bezuinigd. Oh, joh, goed, heel goed. Jullie kunnen hem horen. Alles lekker, mensen? Ja. Hey, dames en heren, mag ik u presenteren. Steady New Sound! Ja! Ik moet zeggen, gast, ik vind de bandnaam echt te slecht. Steady New Sound. Vind ik fantasieloos. Fantasieloos? Ja, vind ik. Ja, is dat lullig? Nee, ja, nou, je moet eerst de muziek maar horen. Dan kan je het erbij verzinnen wat je er... Nou, precies. En dat is even goed dat je het zegt. Want de muziek is dik in orde, kan ik zeggen. Eerst even kort wie wat waar. Wie? Steady Sound. En maar even naampjes. Ik ben Jasper. Ik ben Mark. Ik ben Luc. En ik ben Ziggy. Oh, dat was hem. En waar komen jullie vandaan? Nou, ik kom uit Middelburg en de rest komt uit Oost-Soeburg. Dus ja, dus, gewoon lekker uit Zeeland. Zeeland, heel ver weg. Oost-Soeburg? Ja, dat is een gehucht, jongens. Ja. Film, dat is het dorp van Danny Blind en van Patrick Lodiers, hè. Dus, het dorp van Danny Blind en Patrick Lodiers. Ja. Nou, ja, nee, goed. Ik heb meer vertrouwen in jullie. Laat ik het daarop houden. dames en heren, Steady New Sounds is echt een te gekke band. Ik zag een mailtje in mijn inbox en ik dacht... Oh, dat moet ik echt direct uitnodigen. Heb ik ook gedaan en daarom zijn jullie hier. Wat gaan jullie spelen? We gaan nu Would You Be Mine spelen. Would You Be Mine. Echt, let even goed op. Want dit is een leuke single. Dit is echt te gek. Steady New Sounds met Would You Be Mine live in de 3FM-nacht. You Be Mine in de 3FM-nacht. Dit is wel gewoon wat je in je inbox krijgt. En dat klik je dan even aan. Denk je, nou, het zal weer niks zijn. Want er komt heel veel troep binnen. Ik vind het echt te gek. Hoe oud zijn jullie gemiddeld, gasten?
Luke haalt het gemiddelde omlaag, dus volgens mij is het net 19 of net 20 nu inmiddels. Het is toch bizar dat gastjes van 20 jaar dit soort muziek maken. Hoe lang zijn jullie bezig in totaal? We zijn eerst begonnen met z'n drieën, met Ziggy, Mark en ik. En toen zijn we 2010 of zo. En eind 2010. En ik denk dat sinds 2011, halverwege of zo, zit Luke erbij. Ah. Dus sindsdien zit er pas echt serieus gewoon, achter. Gewoon nog maar kort ook gewoon. Ik vind het echt heel erg tof. Jullie gaan aanstaande zondag in Paradiso spelen. Yes. Op het uit mijn hoofd 20x30 festival. Andersom. Nou, 30x20. Ja, 30x20. Het zijn allemaal relatief kleine bandjes. Die hebben een plek gewonnen in de grote zaal. Waaronder jullie ook. Ja. Hoeveel bands staan er? 20, denk ik. Nee, andersom 30. Ach, ja. Het wordt door heel Paradiso gedaan. En het is zondag van 12 tot 6. En dan gewoon overal in elke zaal bandjes. En daar hebben jullie kaartjes voor die je weg wil geven. Yes. Oké, gaan we het even als volgt doen. Ik heb hier een berichtje voor me. Het is een beetje een raar bericht. De vraag is... het gaat over Taiwan. En er zijn daar mensen die gokken op dingen. Dus je kan gewoon geld inzetten op iets. En dan is de vraag een beetje, wat is het? Is het A, op schaatsen? B, op wanneer je auto kapot gaat? Of C, op wanneer terminale kankerpatiënten zullen sterven? Dus de vraag is, in Taiwan kan je ergens op gokken. De vraag is, waarop dan? Is dat A, op schaatsen? B, op wanneer je auto verrot gaat? Of C, wanneer terminale kankerpatiënten sterven? Stuur het naar 3333. En wie weet win jij kaartjes voor onder andere Steady New Sounds in Paradiso. 3333.